Goeiedag, beste kijker, en zeer welkom bij Het Gesprek. Vlaams minister van Omgeving Zoal Demir van N-VA wil het burgers moeilijker maken om verzet aan te tekenen tegen milieuvergunningen. Dat decreet is vorige week in dit parlement goedgekeurd. Het moet ervoor zorgen dat procedures minder lang aanslepen bij de aanleg van de weg of de kap van een bos. Zo klinkt het. Maar het valt niet in goede aarde bij milieuorganisaties. En de 20.000 Vlamingen die hun petitie ondertekenden. Mee op de barricaden was de Bond Beter Leefmilieu. En Erik Grietens van de BBL is onze gast. Goeiedag, meneer Grietens. Goedemiddag. Bond Beter Leefmilieu, ik zeg het er meteen bij. Dit is ook een verjaardag van jullie organisatie. Jullie bestaan 50 jaar, een halve eeuw. Inderdaad, dat is een hele periode. En in die 50 jaar is er ook heel veel veranderd natuurlijk op vlak van het milieu in het algemeen, maar zeker ook op vlak van het bescherming van rechten van burgers om op te komen voor een beter leefmilieu. Het is een gouden jubileum, maar in dit coronajaar is dat moeilijk om te vieren. Of je kan de natuur in, dat komt wel, hè? Je kunt uiteraard zelf de natuur intrekken en gaan wandelen. Maar inderdaad, ja, het is een beetje een verjaardag in mineur. Normaal doen we elk jaar een groot congres, Connect to Change noemt het, waar dat wij al iedereen uit onze achterban en iedereen waar we mee samenwerken op een groot congres uitnodigen. Nu moet dat noodgedwongen helaas allemaal online plaatsvinden. Is dat allemaal in stukjes gekapt, in aparte webinars. Dat is toch zeker niet hetzelfde als een groot ontmoetingsmoment zoals we dat elk jaar hebben. En zoals we dat dit jaar natuurlijk heel graag met onze 50ste verjaardag ook hadden gevierd. Ja, hopelijk zijn die coronabeperkingen snel achter de rug. We zullen het straks even hebben over dat is een halve eeuw strijd voor het milieu. We gaan ook spreken over die soms moeilijke verhouding tussen mens en natuur, tussen landbouw en natuur. En de manier waarop we onze beperkte ruimte in Vlaanderen inrichten, denk maar aan de betonstop. Maar eerst dus over die milieuvergunningen, wat hier net is goedgekeurd. Ik begrijp dat de belangrijkste bepaling of twee bepalingen in die nieuwe wetgeving zijn dat je één als burger moet kunnen aantonen dat je rechtstreekse schade zelf ondervindt. En twee, dat je meteen alle juridische argumenten op tafel moet kunnen gooien. Maar over dat eerste punt, dat aantonen van een persoonlijk belang, wat is bijna technisch het verschil met de vorige wetgeving? Wel, ook in de huidige wetgeving moet je een belang hebben om een rechtszaak te kunnen opstarten. Maar dat is heel algemeen heel breed omschreven. En rechtbanken interpreteren dat ook op een heel brede manier. Dus als je opkomt voor bijvoorbeeld bomen in uw woonbuurt of een paar woonbuurten verder die gekapt zouden worden en die bijvoorbeeld in strijd zouden zijn met het natuurdecreet, om maar iets te zeggen. Kun je dat nu aanvechten? Je kunt dan aantonen, ik heb een belang, namelijk ik verdedig het belang van de natuur. Maar nu wordt dat dus een stuk scherper afgeleid en moet je dus echt kunnen aantonen dat je daar een persoonlijk nadeel bij hebt. Het staat letterlijk in dat decreet dat een vergunning die in strijd is met milieuwetgeving niet per se vernietigd moet worden. Enkel vernietigd moet worden als je daar zelf een nadeel bij kunt aantonen. Dat is behoorlijk beperkend. Absoluut. Want de filosofie zou kunnen zijn, ik kom op voor het collectief belang, het milieu, de omgeving, omdat indirect mij dat persoonlijk kan schaden wanneer er milieuschade is. Dat vervalt dan als juridisch wapen. Ja, dat zal toch alleszins een heel pak moeilijker worden om dat nog aan te tonen, dat je zo'n nadeel of belang hebt als persoon. Wat wij vinden is dat eigenlijk een verkeerde evolutie is, omdat nu NIMBY-protesten, not in my backyard, die ergens tegen protesteren, die kunnen wel nog zonder problemen naar de rechtbank gaan. Maar mensen die meer voor een algemeen belang, dus een natuur- of milieubelang, opkomen, die zullen het een pak moeilijker krijgen. En wij vinden dat echt een verkeerde evolutie. Ja. Nu, jullie laten het er niet bij, het is hier gestemd, maar jullie stappen naar het grondwettelijk hof. Er is wetgeving, of er zijn althans internationale afspraken die net aansturen op mensen moeten voor het milieu kunnen opkomen juridisch. En Europa zegt ook dat er een betere toegang moet zijn tot rechtszaken. Dan, jullie gaan dit winnen, denkt u?
Ja, ik heb geen glazen bol natuurlijk, maar ik denk al, wel dat de kans reëel is dat we dat winnen. Omdat, ja, enerzijds heb je in de grondwet zelf het grondwettelijk recht op een gezonde leefomgeving is opgenomen in onze grondwet. Dus daar gaan we ons natuurlijk in hoofdzaak op baseren. Maar tegelijkertijd zijn er ook internationale verdragen. Het belangrijkste is het zogenaamde verdrag van Aarhus. Een verdrag dat begin deze eeuw is goedgekeurd, ook door België, ook door Europa. En dat juist stelt dat burgers in milieuzaken een brede toegang tot de rechtbank moeten krijgen. En dus wij zijn er eigenlijk van overtuigd dat dat nieuwe decreet in strijd is, zowel met dat grondwettelijk recht op een gezond leefmilieu, als met die internationale verdragen die een brede toegang tot de rechtbank voor burgers in milieuzaken garanderen. Ja, nu, de Vlaamse regering maakt zich sterk dat ze dit ook al 2 keer hebben afgetoetst bij de Raad van State. Minister Demir zegt, of als tegenargument, ja, burgers kunnen nog altijd in beroep gaan tegen een project elders. Je kan vanuit Genk in beroep gaan tegen de bouw van een stadion in Brugge, zegt ze. Wat is daarvan aan? Wel, in principe kan dat inderdaad nog altijd, hè. Maar door het feit dat je een persoonlijk nadeel moet aantonen, gaat er direct procedure-discussies ontstaan tussen advocaten, of dat er nu wel of niet sprake is van zo'n persoonlijk nadeel. Dus het kan theoretisch nog, maar in de praktijk zal het wel een pak moeilijker worden om nog een ontvankelijke rechtszaak te kunnen opstarten. Ja, het zal de toets niet doorstaan dan misschien. Wilfried van Dalen, fractieleider dan van N-VA en toch een stukje het groene geweten van zijn partij, die merkt wel op dat de procedures ook maar al te vaak oneigenlijk gebruikt worden. Hij geeft dan het voorbeeld van iets dat in zijn gemeente De Haan 15 jaar lang aansleept. Is dat zo? Wordt er in de marge wel eens oneigenlijk gebruik gemaakt? Wel, hier en daar zal dat zeker wel een keer gebeuren, maar dat zal toch zeer beperkt zijn. Want we hebben de cijfers nu ook een keer opgevraagd van het aantal procedures. En dus blijkt dat er jaarlijks ongeveer, grosso modo, iets van 70.000 vergunningen worden afgeleverd. En dat er in 700 gevallen naar de rechtbank wordt gestapt. Dus eigenlijk maar 1% van alle vergunningen die worden afgeleverd, komt er een rechtzaak. En van die 1% wordt ongeveer de helft vernietigd. Dus wij denken dat er eerder eens moet gekeken worden naar de goede onderbouwing van die vergunningen, want het feit dat zoveel vergunningen die naar de rechtbank gaan, dat meer dan de helft wordt vernietigd, toont toch ook wel aan dat er iets mis is met die vergunningverlening. Dus dat de kwaliteit van die vergunningen toch ook wel een pak beter kan. Nu, het cijfer dat u geeft op die 70.000, 1%, dat relativeert al het een en ander. In de perceptie bestaat althans toch het beeld van Vlaanderen waar procedures zo lang aanslepen, maar met dit cijfer is dat dan echt wel volledig de uitzondering. Ja, inderdaad. Het zijn natuurlijk vaak media-genieke zaken die veel commotie veroorzaken, ook op social media en dergelijke. Dus dat draagt er wel toe bij dat het lijkt alsof het allemaal heel moeilijk is, maar als je puur naar de cijfers kijkt, blijkt dat toch enorm goed mee te vallen. Over die vergunningen, want we praten nu over het principe en over het nieuwe decreet, maar waarover gaat dat concreet? Dat is het fietspad, de weg, een parking. Wat houdt dat in? Bijvoorbeeld, het kan ook gaan, ik zeg maar iets, een verkavelingsvergunning. Dus om een nieuwe verkaveling in de open ruimte mogelijk te maken. Het gaat eigenlijk altijd over vergunningen, alles waar een vergunning voor nodig is. Dus een vergunning voor het kappen van bomen, voor een verkaveling te realiseren. Of voor een bedrijf, een fabriek op te starten. Dus het gaat zowel over de milieuvergunningen, dus voor bedrijven als over de bouwvergunningen, die nu samen weliswaar de omgevingsvergunning vormen, maar het gaat over bouwwerken en milieu-ingrepen. Dat is dan die welbekende gele aanplakking van de gemeente. Inderdaad, dus de gele, die gele aanplakbiljetten, dat is de start van het openbaar onderzoek om een vergunning te bekomen. Want als je zo'n biljet ziet hangen, bijvoorbeeld in je straat, dan moet je alert zijn, zeker nu met het nieuwe decreet. Als je bezwaren hebt, moet je binnen de 30 dagen al naar de provincie stappen. En nu nog meer, hè?
Ja, inderdaad. Hè. Dus op dat vlak wordt het ook nog eens moeilijker gemaakt voor burgers. Dus je wordt nu met het nieuwe decreet verplicht om al tijdens het eerste openbaar onderzoek, dus in die eerste 30 dagen, al uw juridische argumenten ook mee op tafel te leggen. Omdat je nadien, volgens het decreet, in de rechtbank geen andere argumenten niet meer mag gebruiken dan degene die in uw eerste bezwaar stonden. Oei, dat is snel. Dan moet je met een advocaat inschakelen. Ja, inderdaad. Dus dat is een groot probleem. Hè. Zeker bij meer technische zaken zijn ze verplicht om een advocaat in te schakelen. Altijd is dat eerste openbaar onderzoek. Terwijl eigenlijk een openbaar onderzoek net bedoeld is om een soort van publiek debatmoment te zijn, hè, tussen de aanvrager en burgers en de overheid. Waar dat je gewoon uw bezwaren moet kunnen uiten zonder daarom al juridisch in detail te gaan uitpluizen hoe dat dan nu juist allemaal in elkaar zit. En dat publiek debat, die publieke discussie, dreigt nu vervangen te worden door een discussie tussen advocaten. En dat vinden wij ook een heel verkeerde ontwikkeling, omdat het dan niet meer gaat over de grond van de zaak, maar wel over of de vraag of wel de juiste procedure gevolgd is, of uw belang wel juist aangetoond is en dat soort zaken. Ja, die toont heel die kwestie, de verhouding die soms moeilijk is tussen mens en natuur, mens en omgeving. De Partij Vooruit zegt hier over het decreet dat op maat is geschreven van de projectontwikkelaars. Maar dan kan je zeggen, het zijn diezelfde projectontwikkelaars die windmolens bouwen. Of het zijn dezelfde betonboeren die een fietspad aanleggen. In sommige dossiers merk je dat het ene afwegen is tegen het andere. Ja, dat is politiek. Die afweging moet sowieso gemaakt worden. En met een openbaar onderzoek hadden dan dat publiek discussiemoment om input te krijgen om die politieke afweging te kunnen maken. En dat dreigt nu weer een volledig juridisch verhaal te worden. Dus wij vrezen eigenlijk zelfs dat in plaats van procedures te versnellen, dit decreet er wel eens zou voor kunnen zorgen dat de procedures juist langer gaan aanslepen omdat er meer juridische discussies zullen opduiken. Ja, ja. Dus, en dus het niet meer over de grond van de zaak echt zal gaan. Ja, advocaten die er dan een sport van kunnen maken, ja, om het juridisch van elkaar te winnen. Ook gascentrales vallen daaronder en daar is natuurlijk nu wel het een en ander om te doen. Die zullen dienen als CRM-mechanisme om de overbrugging te maken na de sluiting van de kerncentrales. Ook daar zie je weer de moeilijke oefening, die gascentrales ten bate van uiteindelijk de groene omslag in energie. Anderzijds in deels om Stockholm in Gent tekent de buurt protest aan tegen wat eigenlijk een groene oplossing moet zijn. Complex, hè? Ja, het is niet gemakkelijk natuurlijk. Hè. En zeker heel de energietransitie vraagt moeilijke keuzes. Hè. Die gascentrales, ik begrijp dat mensen daar problemen mee hebben. Hè, want puur, als je het gewoon van buitenaf bekijkt, inzetten op fossiele energie in een energietransitie, dat klopt ergens niet natuurlijk. Het is weliswaar maar een tijdelijke tussenstap om de volledig hernieuwbare alternatieven alle kansen te geven. Maar dat maakt dat het moeilijk is en dat er dus inderdaad die politieke afweging eigenlijk des te belangrijker is en dat ook dat maatschappelijk debat des te belangrijker is om vooruit te kunnen geraken. Nu we daar toch over bezig zijn, jullie als Bond Beter Leefmilieu, jullie zijn pro dat mechanisme zoals het nu op tafel ligt? Grosso modo wel, ja. Wij vinden wel dat er te veel steun gaat naar de gascentrales. Maar het principe op zich, die gascentrales als tijdelijke overgang naar een volledig hernieuwbaar systeem, daar staan we achter. De juiste modaliteiten, daar is wel discussie over. Dus wij vinden bijvoorbeeld dat er nu te veel financiële steun wordt toegekend. En bijvoorbeeld ook dat er te weinig wordt ingezet op het hergebruiken van de restwarmte van die gascentrales. Ja, ja. Dus in een lokaal warmtenet om zo weinig mogelijk van die energie verloren te laten gaan. Ja. Interessant, dat was een korte zijsprong over wat nu federale materie is. Alhoewel, die gascentrales worden ook een kwestie van vergunningen vanuit de Vlaamse regering. Absoluut. Nog een ander voorbeeld is de Leidingstraat, een grote pijplijn die men wil aanleggen tussen het Antwerpse havengebied en het Duitse Ruhrgebied. Daar zal bos sneuvelen, dat is slecht voor stukken natuurgebied. Anderzijds haalt dat dan weer duizenden vrachtwagens van de weg. Ook hier weer zie je die moeilijke oefening tussen natuur en mens.
Absoluut. Ja, dat is inderdaad ook weer zo'n moeilijke afweging. Wij zijn zeker niet principieel tegen een leidingstraat. Inderdaad, omdat het veel transport van de weg kan halen. En transport vandaag de dag de sector is met de grootste klimaatimpact. Dus dat zou wel goed zijn. Moest daar inderdaad naar minder vrachttransport kunnen worden gegaan. Maar we blijven wel vragen hebben bij het nut en de noodzaak van die pijpleiding, omdat men eigenlijk nog niet weet wat er door die pijpleidingen gaat vervoerd worden. Ja. De eerste business case, zal ik maar zeggen, die wel al klaar is, is één voor gas, voor propaangas, dus opnieuw een fossiele brandstof. Dus ja, als die pijpleiding bedoelt, of die pijpleidingen, het zijn er echt in totaal pijpen, als die bedoeld zijn om nog meer fossiele energie te gaan gebruiken, ja, dan hoeft die er voor ons niet te komen natuurlijk. Als die ingezet wordt voor andere zaken, op termijn bijvoorbeeld waterstofgas, om maar iets te zeggen, of CO2, dus die afgevangen wordt bij grote bedrijven om dan als grondstof te gebruiken of op een andere manier toe te passen, kan het voor ons wel. Maar zolang daar geen duidelijkheid over is, vinden wij niet dat er nu al gezegd kan worden, we gaan hier die pijpleidingen leggen, want dat is een zware ingreep in natuur en landschap. Dat valt alleen maar te verantwoorden als ook heel duidelijk is wat de duurzame meerwaarde is van zo'n pijpleiding. En dat is vandaag de dag echt nog niet duidelijk. Oké, dat moet ook afgewogen worden. Iets helemaal anders, of ook eigenlijk weer niet. U bent bij BBL ook expert in ruimte, de ruimte waarin we leven. Elke dag bouwen we nog 6 hectare vol, dat is, dacht ik, 12 voetbalvelden. Je merkt in coronatijden dat men ook die publieke ruimte of die natuur rondom zich begon te herontdekken. Tegelijk werd die ook overbevraagd, zeker in steden. Jullie filosofie is dat we die ruimte fundamenteel anders gaan inrichten. Dat we naar de kern gaan wonen. Kernversterking noemen jullie het. Ja, inderdaad. Dus veel meer inzetten op het bouwen van nieuwe woningen in de bestaande stads- en dorpscentra. Dat heeft verschillende voordelen. In de eerste plaats wordt daardoor open ruimte gespaard. Die 6 hectare per dag die vandaag nog steeds wordt ingenomen voor nieuwe verkavelingen, nieuwe wegen, nieuwe winkels enzovoort. Dat kan best ook in de stads- en dorpscentra. Om op die manier de open ruimte te vrijwaren. Maar het biedt ook heel wat andere voordelen. Bijvoorbeeld, heel wat middenstand trekt weg, of heel wat winkels trekken weg uit de steden, uit de dorpen, vestigen zich als een baanwinkel, waardoor het economisch leven ook uit die dorpen en stadskernen weg aan het trekken is. Door in te zetten op meer woningen in de steden, in de dorpen, zullen ook die economische functies terugkomen en gaan we terug veel levendigere dorpskernen krijgen. Ja. En een ander groot voordeel is uiteraard dat er dan veel minder autoverkeer zal zijn. Want nu wonen we zodanig verspreid dat je verplicht bent om uw auto te nemen, om naar de winkel te gaan, uw kinderen naar school te brengen, op restaurant te gaan of wat dan ook. En als we dus meer inzetten op die kernversterking, zal ook die behoefte aan autoverkeer kunnen afnemen. Dus dat biedt enorm vele voordelen. Dan moet de lintbebouwing, de beruchte lintbebouwing, zoals we die hier bij ons kennen, pijn doen aan uw ogen. En wie doorheen Vlaanderen gaat en dat vergelijkt met buitenlanden, weet dat dit echt een unieke Vlaamse, zal ik bijna zeggen, ziekte is. Er komen er trouwens nog bij, 40.000 las ik op jullie website op 5 jaar tijd. Waar hebben we die historische fout gemaakt? Er is het gewestplan jaren 70, maar eerder al, van waar komt dat, die soms lelijke lintbebouwing? Ja, inderdaad. Eigenlijk komt dat voor een groot deel door het ontbreken van beleid. Want tot aan de gewestplannen in de jaren 70 was er eigenlijk helemaal niets op vlak van ruimtelijke ordening. En konden eigenlijk overal zelf bouwen waar dat je wilde, want er was niet echt wetgeving rond ruimtelijke ordening. Dus alles was grond was grond. Je kon erop bouwen of landbouw of handel, je deed maar. Ja. En dat is dan, met de gewestplannen is dan de eerste ruimtelijke planning in Vlaanderen heeft dan voor de eerste keer plaatsgevonden. Dat was dan in de jaren 70, op een moment dat de olie heel goedkoop was, dat er een groot vooruitgangsgeloof was, dat de auto mijn vrijheid was. En het idee was, we kunnen eigenlijk overal wonen, want alles is toch bereikbaar met de wagen. En dat zie je ook aan die gewestplannen. Die hebben enorm veel lintbebouwing en verspreide bebouwing letterlijk op de plannen ingetekend. En dus het mogelijk gemaakt om
op zeer ja, slecht gelegen locaties, afgelegen gronden toch te kunnen bouwen. En daar kwam dan nog eens bij dat er na de gewestplannen heel wat uitzonderingswetgeving was die het ook nog eens mogelijk maakte om die lintbebouwing verder te zetten. Ja. Er was bijvoorbeeld de befaamde opvulregel in de jaren 80 en begin van de jaren 90 die zei of die stelde dat je toch kon bouwen tussen twee bestaande gebouwen, ook al ligt dat niet in woongebied, dus in landbouwgebied of in natuurgebied, als de ruimte tussen die twee bestaande gebouwen niet meer was dan 50 meter. En dat heeft mee de lintbebouwing enorm in de hand gewerkt. Dus we moesten de lint dichtmaken. Ja, inderdaad, inderdaad. En dat heeft er dus mee voor gezorgd dat we nu in een situatie zitten dat we in Vlaanderen een strook lintbebouwing hebben die van hier tot in Zuid-Afrika loopt. Als je ze helemaal achter elkaar zou leggen, dus het gaat echt over duizenden kilometers. En ja, dat heeft enorme nadelen voor de samenleving als geheel. Een voorbeeld? Bijvoorbeeld op vlak van riolering, om maar iets te zeggen. Ja. We lopen sterk achter op het aanleggen van riolering in Vlaanderen. Maar een van de hoofdoorzaken is waarom onze waterkwaliteit in Vlaanderen zo slecht blijft, hè, ondanks alle investeringen die daarin gebeurd zijn. Want dat kan je dan ook zeggen voor andere publieke voorzieningen. Wie in een stadskern, een gemeentekern woont, als het gaat over nutsvoorzieningen, de aanleg ervan, internetwater en zo meer, ophaling van afval. Dat doen ze daar in één beweging. Wie in lintbebouwing zit, kost eigenlijk meer aan de samenlevingen. Absoluut, absoluut. Dat kost echt. Alleen al voor riolering loopt de factuur in de miljarden. We hebben het een keer uitgerekend. Voor één woning in lintbebouwing moeten rekening houden met ongeveer 10.000 euro meer kost om riolering aan te leggen ten opzichte van een woning in een stads- of een dorpskern. Misschien kan daar wetgeving eens aan sleutelen. Er zijn allerlei mechanismen, maar... Ja, we hebben dat al een paar keer voorgesteld, maar dat is tot nu toe nog niet politiek geland. Nee, omdat ook, u zal het merken, de beruchte baksteen in de maag, dat ligt heel gevoelig. Denk maar al aan alle commotie rond de betonstop, zo mag ik het niet noemen, maar goed, dat is altijd, dan krijg je hevige reacties, hè. Ja, inderdaad, dat is een zeer gevoelig onderwerp, zeker in Vlaanderen, ja, waar dat we al 20, 30 jaar een laissez-faire beleid gevoerd hebben op dat vlak. En die switch maken, ja, dat ligt maatschappelijk natuurlijk heel moeilijk. Maar wij zijn ervan overtuigd dat het alternatief, namelijk dat bouwen of ontwikkelen in de stads- en dorpcentra, dat zodanig veel voordelen biedt en ook zorgt voor echt aangename woonbuurten, dat op termijn, zeker bij de jongere generaties, toch wel gaat lukken. Ja, even over landbouw, want momenteel hoog op de agenda is hier strengere milieuregels of wetgeving voor landbouwbedrijven en zeer concreet het stikstofarrest. Er is nu een voorlopige oplossing, men kan momenteel geen grote agro bijbouwen of uitbreiden. Maar daar hoor je dan bij de Boerenbond en landbouworganisaties, als je qua uitstoot bijvoorbeeld of qua milieunormen zijn wij net bij de besten van de klas in de wereld met onze moderne, gesofisticeerde landbouw. Als je goed wil doen voor het milieu, zeggen ze, dan moet je onze landbouwproducten kopen. Ja, het klopt, hè, dat we op technologisch vlak bij de betere landbouwbedrijfsvoering in Europa of in de wereld horen. Dat is waar. Maar het is ook duidelijk dat vooral de veestapel in Vlaanderen een probleem blijft, hè, zelfs met goede technologie. En dat blijkt nu opnieuw met de stikstofarrest. Slaagt de landbouw er niet in om ervoor te zorgen dat de vervuiling onder de Europees afgesproken normen blijft. En volgens ons komt dat in de eerste plaats, omdat er zodanig grote veestapel is in Vlaanderen, dat je dat met technologische oplossingen niet onder controle krijgt. Dus ik vrees dat het debat onvermijdelijk zal moeten gaan over het afbouwen van de te grote veestapel in een kleine regio als Vlaanderen. En dat technologie alleen, technologische ontwikkeling is belangrijk, maar met die technologie alleen zullen we dat probleem van de stikstof nooit opgelost krijgen. Concreet voorstel is dan bij Groen en Vooruit dat we minstens al die veeteelt afbouwen wat export betreft. Hè. We hebben meer runderen en varkens dan we zelf consumeren. Al minstens daaronder gaan?
Ja, absoluut. Hè. Ik denk dat het ook goed is om eens terug het idee van de warme sanering boven te halen. Hè. Dus ja. Landbouwers die er aan het uitballen zijn of die ermee stoppen, hè, dat die een vergoeding krijgen om hun stal af te breken, zodanig dat het landschap daar ook terug opnieuw hersteld kan worden. En ze daar financieel niet al te hard door benadeeld worden. Ja. Dus dat soort zaken zal nu wel terug op tafel moeten komen, denk ik. Ja, dat is inderdaad voor de komende maanden. Over de voorbije 50 jaar, dus jullie werden opgericht 50 jaar geleden. Hoe is dat begonnen eigenlijk, toen in 1971? Ja, ik was daar zelf niet bij, want nee, ik ben geboren in 1970. Maar dat is heel spontaan gegroeid. Hè. Dat was de post-mei 68 periode, toen milieu en natuur meer en meer op de agenda kwamen. Hè. Dat er maatschappelijk meer en meer naar werd gekeken. En het is dus ergens logisch dat juist in die periode de Vlaamse milieubeweging is opgericht door een heel beperkt aantal mensen, dat ondertussen uitgegroeid is tot een grote koepelvereniging, waarbij meer dan 140 verenigingen, van lokale verenigingen tot grote Vlaamse verenigingen zoals Bosplus bijvoorbeeld zijn, ja. Of Natuurpunt zijn aangesloten. En wij vertegenwoordigen ondertussen dus echt wel honderdduizenden Vlamingen via al die aangesloten verenigingen. Wat was de missie toen en is die op dit moment nog altijd identiek? Want er zijn problemen gekomen en gegaan. Ooit was het gat in de ozonlaag in de jaren 90 een acuut probleem waar veel aandacht naartoe ging, dat is gaan liggen. Nu gaat het vooral over klimaat, maar blijft er een rode draad altijd bij jullie? Ja, onze missie is heel algemeen een duurzame ontwikkeling van Vlaanderen. Dat is natuurlijk heel breed, maar waarbij dat we er naar streven dat de leefomgeving van de toekomstige generaties niet in het gedrang wordt gebracht door de zaken die wij vandaag doen. Ja. Dus dat ook onze kinderen en kleinkinderen nog op een schone, mooie en propere planeet kunnen leven. Dat is in het heel groot onze missie. En er zijn inderdaad nieuwe thema's gekomen. Hè. Sommige problemen zijn, ik zou niet zeggen van de baan, maar toch voor een groot deel opgelost. Zoals bijvoorbeeld het gat in de ozonlaag. Dat toont wel dat we het kunnen, hè? Wat lief? Dat toont dat we het kunnen. Ja, absoluut. Hè. Dus mits goede regelgeving, goed beleid en een maatschappelijk draagvlak kunnen die milieuproblemen zeker aangepakt worden. Dus het gat in de ozonlaag, denk ik, is een goed voorbeeld. Dat daardoor door verbodsbepalingen op een aantal stoffen in spuitbussen en dergelijke, dat probleem eigenlijk van de baan is. We zien nu wel, we zijn nu 20, 30 jaar verder, dat gat in de ozonlaag zich nog altijd aan het herstellen is. Dus het natuurlijke herstel gaat traag, maar het toont inderdaad aan dat het kan. Een ander heel duidelijk voorbeeld, vind ik, is de vervuiling met zwaveloxiden. Ja. Dat was vroeger ook een groot probleem in Vlaanderen. Dat zorgde voor zure regen, achteruitgang zure van bossen, regen, aantasting van monumenten en dergelijke. Dat is eigenlijk voor een groot deel opgelost doordat Europa heeft opgelegd dat er enkel nog zwavelarme brandstoffen mogen worden gebruikt. In wagens bijvoorbeeld of huisverwarming. Nou, dus het toont aan dat het wel degelijk kan, hè, dat we wel degelijk stappen vooruit kunnen zetten. Dat is toch hoopgevend. Hè? Als u vergelijkt met 50 jaar geleden, waar u niet bij was, maar u kent de stand van zaken toen qua bezorgdheden in zaken milieu, doe het beter nu? Ik heb het dan over Vlaanderen of onze regio. Doe het beter nu of slechter? Zijn er wins? Ik denk op een aantal vlakken doen we het zeker beter. Of zijn er zeker stappen vooruitgezet. Op vlak van luchtkwaliteit, op vlak van waterkwaliteit is de situatie toch al een stuk verbeterd. Maar we doen het nog lang niet goed genoeg om echt te kunnen spreken van een propere leefomgeving. Bijvoorbeeld de waterkwaliteit is de afgelopen 20 jaar echt wel verbeterd. We zien terug otters opduiken, zeehonden in de Schelde. Ja. Dat soort zaken, dat zagen we 10, 15 jaar geleden was dat onmogelijk, omdat dat water gewoon veel te smerig was. Dus daar zijn investeringen gebeurd in waterzuiveringsinstallaties en dergelijke, die maken dat we daar
echt wel vooruitgang hebben geboekt. Maar dan zitten we met problemen zoals bijvoorbeeld de lintbebouwing, waarvan nog bijna 500.000 woningen niet zijn aangesloten op riolering. En dat zorgt nog altijd voor veel te veel vervuiling en maakt dus dat we de Europees afgesproken normen voor waterkwaliteit in geen enkele waterloop in Vlaanderen al halen vandaag. Dus het toont aan dat het kan, maar het vraagt inspanningen en het duurt soms wel 10, 20 jaar eer een probleem echt te gronden opgelost raakt. Ja, maar dat is een goede boodschap om dit gesprek mee af te ronden. Erik Rietens van de Bond Beter Leefmilieu, zeer bedankt voor uw komst naar de studio. Jullie bedankt, graag gedaan. U ook, beste kijker. Fijn dat u erbij was. U weet, u kan al onze uitzendingen, ook Studio Vlaams Parlement, bekijken en herbekijken op onze website. Surf naar ons, naar www.vlaamsparlement.tv. Volgende week, volgend weekend, zijn we opnieuw voor opnieuw een Het Gesprek. Graag tot dan.